Nou, kijk, zie, iedereen hoort me wel, dus ik denk dat jouw geluid uitstaat, Hattie. Ja. Ik heb jullie al uitgelegd, ik ga beginnen met de December Daily. En dat doe ik niet elke dinsdag, want het is natuurlijk nog vroeg, het is nog maar oktober. En voor degenen die December Daily niet kennen, is je maakt in december elke dag een pagina. Dus van elke dag van december maak je een pagina. Maar omdat dat, als je dan pas begint op 1 december, dan houdt bijna niemand dat vol. Dus wat ga je dan van tevoren doen? Dan ga je alvast een gedeelte voorbereiden. En dan kun je vanaf 1 december elke dag een fotootje bij plakken. Of ja, net wat je wilt om hem af te maken. Dan maak je hem eigenlijk definitief af. Maar je start altijd eerder. Nou, ik heb besloten om nu te beginnen. Omdat ik ook niet weet of ik elke dinsdag aanwezig kan zijn. Vanwege privé toestanden en omdat ik toevallig weet dat ik zelf ook nog een keer toevallig op een dinsdag op controle moet. Maar de meeste dinsdagen probeer ik er gewoon te zijn. Dus ik dacht, nou weet je, laten we gewoon nu al starten met de December Daily. En dan ga ik volgende week misschien iets anders doen. Dus ik wissel het nu een beetje af. En misschien hebben jullie ook wel vragen. Dat jullie zeggen, nou, wij vinden het wel leuk als je dit of dit laat zien, Marga. Dan hoor ik het graag. Wat heb ik dus gekocht voor de December Daily? Ik heb een hele nieuwe lijn gekocht. En dit is de Simple Stories lijn. En daar heb ik echt heel veel dingetjes van gekocht. Ik zal even een bakje hier neerzetten. Want ik heb het allemaal nog netjes in zakjes zitten. Ik heb van die bakjes bij Marloes gekocht. Dit is te klein. Ik moet een grotere kopen. Maar dan kan ik het in ieder geval vast het grootste gedeelte in doen. Dan zal ik met het grotere beginnen. Dit is chipboard frames. Dat zijn allemaal frames. Je kunt het aan de achterkant zien. Wat heel leuk is om daar een foto achter te plakken, zie je? Nou, gebruik je ze niet voor dit. Dan kun je ze heel gemakkelijk... Oh, de ritsel is natuurlijk wel heel erg vinden. Kijk, hier is heel leuk om hier dadelijk een foto achter te plakken. Je kunt er ook een leuke kaart mee maken natuurlijk. Want deze vind ik dan net eens te groot. En deze al helemaal dadelijk voor in mijn planner. Maar hartstikke leuk om daar een foto achter te plakken. En deze past niet in mijn bak, in de dacht ik al. Dat waren de grote. Nou, dan heb ik de Simple Vintage Chipboard Clusters. Er zitten 12 stuks in, staat er. Op. Ja, het ritselen van die zakjes is even... Ook voor dit geldt weer, kijk dat... Gebruik het nu niet, kun je het altijd op een kaart gebruiken. En er zitten echt hele leuke stuks in. Merry Christmas. Joy to the World, Merry and Bright, Happy Holidays. Een grotere Happy Holidays. Kijk, dit zijn dan twee dezelfde, maar dan is dat in het groot en in het klein zit er één. En Dear Santa. Dus die gaan alvast wel. Oh, die grote past opnieuw in een bakje. Nou, dan gaat die grote daarbij. Wordt echt een grotere bakjes. Nou, dit zijn wat dunnere. Dit zijn bits and pieces. En hoeveel stuk zitten er hiervan in? 56. Dus daar zijn er best veel. Kijk, dit is heel erg. Dat vind ik echt heel erg leuk. Daar hou ik echt van. En die heb je verschillende. Een hartje hier. Echt leuke. Ik gooi ze even zo erin. Ik zal onderaan beginnen, dat is makkelijker. Kijk, die tags. Merry. En dit is ook Merry. Dan zal Christmas er ook nog wel ergens bij zitten. Daarvoor moet ik. Nou, hier een hartje. Kijk, tags nog. En dan tekstjes. Dit is een ticket. All through the house. All my heart. Filled with joy. Dus het is niet altijd alleen maar Merry, Merry, Merry. Maar er staan ook wel leuke andere teksten bij. Season's Best. Nou, van Shetta. Happy Holidays. Nou, dit zijn een paar. Ja, het lijkt postzegels, hè? Er zit echt wel een leuk spul tussen.
Ik hou er wel van, tenminste. Nou, dan heb ik nog een zakje. Oh, nu hoor je hem ook goed zo, Happy. En dit zijn 39 stuks. Dit zijn de Woodland Bits. Kijk, dan blijft het eekhoorntje blijft mooi hier zitten. Dacht ik niet. Die gaat ook meteen mee. Kijk, een heel klein leuk eekhoorntje. Weer een hartje. De kerstman. Kijk, maar ook leuke bloemen. Kerstboom. Hele mooie hertjes. Een vogeltje. Manchetta. Nou, hier een vogeltje op een takje. Een klein vintage poppetje. En weer een eekhoorntje. Klein boompje. Een dennetakje. Kijk, dit zijn wel leuke. Oh, weer een eekhoorntje. Eekhoorntjes in 3 maten. Allemaal leuke takjes. Vogeltjes, mistletoe. Dus van groot naar klein, er zit van alles tussen. Hier weer een kerstman en een konijntje. En nog een konijntje. Een grotere kerstboom, vogeltje. Nou, de kerstmannen zijn ook in verschillende maten. Dus dit waren de zakjes met leuke stukjes erin. Nou, dan heb ik erbij gekocht de enamel dots. Dat is ook in dezelfde kleuren. En de washtape. Ook in dezelfde serie. En dan heb ik nog dit formaat papier. Dat is een A5 blok, hè, volgens mij. Kijk, ik zie jullie al dat ik er al wat uitgehaald heb. En dan heb ik nog een stickerboek. Een stickerboek is ook heel erg leuk. Kijk, hier allemaal kleine ronde stickertjes. Ik moet even kijken of ik goed in beeld ben. Dan hier allemaal teksten, maar ook teksten. It's magic, joy to the world, spread good cheer, oh happy day, it's a wonderful life, believe in the magic. En dan heb je natuurlijk ook Dear Santa Claus en Under the Tree is ook met kerst, ho ho ho. Ja, er staan echt veel teksten op. Hier ook weer, allemaal verschillende teksten. Hier heb je van die, ja wat zijn dat, van die lades van vroeger, daar staan ook weer teksten op. Kijk, nou dit zijn lege vakjes, daar kun je dus zelf een tekst in stempelen. Hier ook weer tags, van de tabs, zeg maar. En dit is, lijkt wel een beetje washi tape, moet het een beetje voorstellen. Ook weer met tekst. Nou, hier wat plaatjes. En dit zijn allemaal stickers. Hier hebben we ook weer tekst. Tradition, twinkle time, hello, sweetest, candy, delight, joyful, best. Dus je kunt hier echt zinnen maken. Dan in het rood en in het groen. Hier cijfers en letters. Hier ook een cijfers en letters in verschillende vormen. En dan hebben we hier nog de laatste stickers. Nou, en dan heb ik dus het 30x30 papier gebruikt. 12x12 collection kit. Simple vintage rustic Christmas. En hier zitten ook stickers in. Maar hier zitten ook op het papier, maar dat kan ik wel onder, in een kleine blok, want anders moet ik die weer openmaken. Net als wat hierin zit, zeg maar, dat zit ook in de papierblok. Maar er zitten er nog meer in. In de grote papierblok zitten er meer in. Ik heb er al eentje uitgeknipt. Kijk wat er hier nog in zit. Hier heb je ook. Dat zit er in het grote papier ook in. En dan dit stickervel nog. Nou, dat vind ik vooral, dit vind ik zelf heel erg mooi. Hier hou ik van. Kijk, en hier ook van die hoekjes. Die je kunt plakken. Dus je moet gewoon heel goed kijken als je dit papier toevallig koopt. Maar wat kan ik gebruiken? Want het zit echt heel veel in. En bij datzelfde papier kun je dus ook hetzelfde echt papier bestellen. En er zitten 6 vellen in. Dus je hebt deze kleuren die bij het papier passen van net. Dus
Ah, vanmorgen ooit dit ook binnengekregen. Ik vind het erg mooi. Ja, het is leuk, hè? Ik vind het ook erg leuk. Nou, dat gebruik ik. En ik kwam erachter dat deze, mijn favoriete paint on papier, Grey Green, past hier ook bij. Dus dat heb ik ook gebruikt. Nou, een lang verhaal over wat ik gebruikt heb. En dan ga ik even mijn bakje pakken. Met wat ik al voorbereid had. Daar ga ik dan ook een beetje uitleg over geven. Nou, ik heb deze pennen gekozen voor mijn December Daily. En ik ga niet de gewone pagina's gebruiken, maar ik ga de Mason Jar gebruiken. Dat hoeft niet. Als je zegt zelf van, nou ja, ik vind gewone pagina's leuker, dan moet je dat gewoon doen. Maar ik dacht een keer wat anders. Dus ik ga de Mason Jar gebruiken. Wat heb ik gedaan? Ik heb alvast verschillende papiertjes gestanst. En deze heb ik in zijn geheel gestanst. Maar deze heb ik dat niet gedaan. En dat heb ik de meeste heb ik dat niet gedaan. Waarom niet? Omdat, kijk, want die heb ik ook alvast gestanst. Dit plak je erop. En dan plak je er ook nog eentje aan de achterkant. Dus dat hoeft niet per se. Je hoeft niet per se het gehele te... Je doet toch altijd twee, zeg maar hier eentje. Nou, dan doe ik aan de andere kant even snel. Deze pakken. Kijk, dan is het toch dik genoeg. Dan zijn het al twee lagen. Laat je deze laag zitten, als ik hier gedaan heb, dan heb je drie lagen. Dus de voorbereiding die ik nu al gedaan heb is, ik denk een stuk 10, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van deze gestanst. Welke mate bakjes van de Western heb je? Ik heb de twee kleinste. De twee kleinste maten. Dat is volgens mij een A6 en... Oh, ik heb er geen sticker bij zitten. Ik heb van die bakjes heb ik twee kleinste maten. En dit is, even kijken, 12 bij... Ja, 17 zeg maar. En dan het maatje wat hoger is nog. Maar ik zal de bakjes wel bij de beschrijving zetten bij YouTube, als ik hem op YouTube plaats. Ik had vandaag gewoon geen tijd om alle linken nog hierbij te gaan plaatsen. Dus dat doe ik bij het YouTube kanaal. Ja, weet je, de Mason Jar is weer een keer wel anders, toch? Nou, dat heb ik dus al voorbereid. En ik heb dus van de Mason Jar dan ook al vastgestanst. Verschillende, want dan heb je restjes. Dus ik dacht, weet je, van die restjes ga ik ook al vast. De deksel, dus dit stukje, staan ze in verschillende kleuren. Dus die heb ik al verschillende vooruitgestanst. Nou, dit zijn toch wel van, nou, dit is een beetje anders. Dus dat heb ik al voorbereid. Dan heb ik al verschillende van die, ja, drup, ik noem het altijd, van die drup stukjes. Kijk, zie je? Dat is deze stans. Die heb ik alvast in verschillende kleurtjes ook gewoon gestanst. Het is rood, het ligt groen. En dat doe ik dan van dat effenpapier. Heb ik van het effenpapier gedaan. Maar je kunt het ook andersom doen, hè? De Mason Jar uit het effenpapier stansen en dit soort van het gekleurd papier doen. Daar zal beslist ook nog wel komen als ik... bezig ben. Even kijken, dan heb ik nog wat van deze mini Mason Jars in het vorige stanst. En ik heb nog wat van die labeltjes in het vorige stanst. Dus dat heb ik dan al klaar liggen. Dit is het Simple Stories paper papier. Ik heb hier Simple Stories. Simple Vintage Rustic Christmas heet die lijn. Nou, even kijken. Nou, ik heb toevallig ook al, ik zag net dat ik ook een kerstboompje al had. Dan heb ik ook een stukje over en denk van, oh, dan moet ik iets uitstansen voordat ik daar weggooi. Nou, dan heb ik dan die kerstboom alvast uitgestanst. Die gebruik ik dan ook weer een keer. Nou, dan heb ik dit aan de kant.
En dan pak ik er de eerste bladzijde uit. En dan denk ik alleen een kraan dat ik touw vergeten ben klaargelegd volgens mij. Even kijken. Heb ik dat? Nee. Ik ga het toch even snel pakken. Is deze mooi of is niet deze? Nou, deze heb ik in zijn geheel gestand. Ik vond dit ook wel een heel mooi papiertje. Hoor. Doel dik. Ja, maar dat kun je ook eventueel eraf knippen, Els. Als je zegt, het wordt me te dik. Daarom heb ik al niet allemaal. Dus dan knip je hem ook gewoon tot dit randje af. Het is maar dat je dit stukje nog hebt, dat je dat... Je kunt hem ook tot zover stansen natuurlijk, hè. Je hoeft niet per se af te knippen, want dat is zonde van je papier. Maar als je de stans... Even kijken, waar leg ik hem dan net? Als je papier gewoon tot zover erop legt, zeg maar, dan heb je ook een stukje minder papier nodig. Dus dan een standje maar minder. Dat heb ik met die grote ook gedaan. Maar, eens even kijken, welke, ik heb hier een zakje klaar liggen, want anders ga ik daar heel iets anders doen dan dat ik van plan was. En dat was niet de bedoeling. Even kijken. Deze heb ik daar wel nodig. Nou, wat heb ik gedaan? Ik vond deze ride, vond ik wel erg leuk, hierbij passen. Dus die heb ik gestanst. Dan heb ik nog de mini mason jar, want ik wil nu de voorpagina gaan maken. En dan heb ik uitstansen, en dat heb ik gedaan op een dubbelzijdige tape van Elizabeth Craft Design. Even kijken. December 2021. En dan heb ik hier nog reinforcements. Maar hier wilde ik iets mee. Dan moet ik even nadenken wat ik daar ook weer mee wilde. Ik geloof dat ik iets in een stickerboek had. Oeh, dat had ik eigenlijk meteen moeten. Want ik dacht, dat past daar precies op. Het was een tag, dat weet ik. Dan weet ik niet meer of dat in het stickerboek zat of... Dat. Ik had hem er even meteen uit moeten halen en even op een sheetje moeten plakken. Dat is handig geweest, denk ik. Nou, hier zit geen tag op. Hier zit ook geen tag op. Dan zal het toch even groter zijn. Ah, ik zie hem al. Ik zie hem al. Kijk deze. Die past zo mooi bij dat papier. En die past er net op, dus dan ga ik mooi even doen. En dan knip ik hem dadelijk bij. Even kijken, ik wil het hert zoveel mogelijk erop hebben. Iets hoger. Oh. Zo, knip ik hem even hier af. Ik had wel een beetje in mijn hoofd al wat ik wilde.
hoop ik dat die nog net het pH-tje verdoezelt. Nee, dat doet hij net niet. Maar als ik er een touwtje omheen doe, dan denk ik dat ik dat dadelijk wel niet meer opvalt. Ik heb voor de meeste jaren het grote en het kleine blokje gebruikt. Even kijken, heb je ook slecht ontvangst al meerdere keer opnieuw gestaan? Ja, dat ligt echt aan Facebook, Francisca. Daar kan ik echt helemaal niks aan doen. Ik moet afkloppen hier. Loopt die goed? Maar als je schaduw op de paint on papier vergist met welke kleur Derwent Lightfast cover? Ik heb geen Derwent Lightfast, Janine. Dus dat kan ik niet zeggen. Die heb ik niet. Kijk. Zo. Dan moet ik weer een nieuw gaatje maken. Mijn is wat oud, hij begint een beetje vast te lopen. Kun je wat smeren, denk ik. Zo. Nou, is mijn begin gebleven. Zo. Ga ik hier eerst een paar keer omheen, gewoon van de sier. Ook om een beetje dat gaatje te verdoezelen, zie je? Dan is het gaatje mooi weg dadelijk. Zo. Zo lossen we dat allemaal weer op. Ik heb het papier uit beide blokken gebruikt. Want anders dan heb je net te kort. Zo, nu had hij strakker gemogen. Kijk of ik hem nog wel losser kan krijgen. Dan ben ik het letten, dan ben ik niet op het letten, maar hij moest wel strakker. Je hebt best wel wat papier nodig hoor. Voor zo'n hele decembermaand. Nou. Kijk of ik hem nu al strak krijg. Nou, wisten jullie nog dat ik ook nog nieuwe, in de vakantie nieuwe kasten wilde hebben? Nou, die zijn er dus nog niet. Die zijn er niet gekomen in de vakantie. Die staan inmiddels nu wel beneden hier. Ze moeten in elkaar gezet worden. Maar ze komen er eindelijk aan. Nou, dan ga ik eerst deze hier opplakken. Je kunt er trouwens ook voor kiezen om tussendoor zeg maar het andersom te doen. Hè? Dus zo pagina's erin te maken. Dat kan ook nog. Ik denk dat ik ze allemaal dezelfde richting in hou. Maar ja, wie weet verander ik nog halverwege. Nou, en dan dacht ik dus de december hierop te plakken.
Dan komt deze dadelijk weer onder te hangen, zo. Ja. Mijn mesje zoeken. Ik hou hem een beetje dichterbij. Zal ik wel met het C beginnen. Ik hoop dat ik ga hem even een beetje zo houden, dat ik een beetje recht heb. Ik weet ook dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, maar misschien heb ik wel niet elke dag een foto. En ik heb hem vorig jaar heb ik hem ook gemaakt. Nou ja, dan weten jullie ook, dan heb je ook niet zoveel foto's, want vorig jaar mocht gewoon nog niet zoveel. Maar dan heb ik ook tips gegeven hoe je toch meer foto's kunt hebben. Dat was één. Maar hoe je het ook kunt doen zonder foto's. Want bij mij zitten er ook pagina's bij zonder foto's. Dus ik zou zeggen, als je nog die wilt terugkijken, die staat nog op mijn YouTube kanaal. Kun je hem altijd vinden. Van vorig jaar. Nou, dit is de december. En dan wil ik eerst deze doen, want dan weet ik dadelijk waar ik die 2021 het beste kan plakken. Aan deze kant wil ik iets meer speling hebben. Zo. Oké, deze ondergrond is inderdaad wel heel erg druk, Tineke. Zal ik volgende keer weer een rustigere ondergrond pakken? Is misschien fijner voor jullie. Ik kan ook even kijken, een kraafje erbij pakken. Ik knoop even dit touwtje. Als het voor jullie te druk is, dan... Even kijken, heb ik hier een stukje kraafsheet? Even kijken. Zo, aan de kant. Is dit wel beter kijken voor jullie? Nee, maar even zo. Ik hoop dat ik niet alles kwijt ben hier ondertussen. Ja, kijk zo rustig. Ik zie het zelfs nu ook hoor. Ja. Even kijken. Nou. Gewoon aangeven hoor. En dan hoop ik dat ik het daar zie hoor. Dan probeer ik het op te lossen. Ja, hier maak ik een strik in. Dat vind ik dan wel weer leuk. Zo. Maar ik was aan het vertellen. Mijn kasten zijn er nu. Nu moeten ze alleen nog in elkaar gezet worden. En nu moet ik natuurlijk eerst mijn kamer nog leegmaken. Dus het heeft even geduurd. Maar we hebben gewoon echt even op een gegeven moment gezegd van nou nu gaan we ze halen. En dan hebben we ze in ieder geval vast hier. En dan zien we wel weer verder. Wanneer het lukt. Dan wil ik hier dit vind ik zo leuk. Dat wil ik eigenlijk niet weg hebben. Dus ik ga kijken of het me lukt om... Dat is zo hier net, dus dan moet ik ze toch een beetje verder deze kant doen. Dat vogeltje wil ik eigenlijk toch wel vrij laten. Zo.
Ja, het is een werk. Maar ja, mijn kasten die ik had, die hebben echt hun beste tijd gehad. Die gingen helemaal uit elkaar staan. Dus, of die, ja, de ene kast heb ik inmiddels al afgebroken. En dat spul ligt allemaal op een andere kamer. Het ligt nou allemaal vol, dus ik kan dus ook niks meer vinden. Dat is ook wel zo. En de andere kast die gaat er vanavond aan. Die gaat vanavond leeg. En als het goed is, begon mijn man dan vanavond ook met de eerste kast in elkaar zetten. Dan mag ik weer gaan ruimen. Het voordeel daarvan is wel dat je alles weer in je handen hebt gehad. Kun je weer kijken of je alles nog nodig hebt. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk best wel goed wat ik heb. Dus dat is niet zo'n punt. Maar om een keer goed te kijken van wat heb je nu echt nodig, is misschien wel handig. Die ene kast die ik leeg heb gemaakt was alleen maar papier. Echt alleen maar papier. Dus de vraag is of hij dat nog allemaal gaat gebruiken of niet. Nou, wat misschien wel handig is en mooier is, is dit vast te plakken. Dan vliegt hij ook niet telkens daar overheen. Dus pak ik even een stukje dubbelzijdige tape. Ja, het is gewoon fijn, hè, een keer opgeruimd. En ik merkte gewoon mijn bureaublad. Dat ligt hier continu helemaal vol. Het is niet meer georganiseerd. Kijk, je hebt ook op een gegeven moment weer andere maten aan materiaal. Dus dan heb je ook andere bakken voor nodig. En zo. Het staat hier gewoon echt helemaal vol. En regelmatig staat mijn vloer ook vol. En ik ergerde me eigenlijk dan helemaal dood aan, want dan kan ik niet goed werken. Bij mij moet het wel opgeruimd zijn, dan dat geeft wel rust. Nou, dan heb ik deze stair reinforcements gepakt. Die vond ik wel leuk. Dat is ook weer waar, Marlies. Dat klopt ook weer. Dat heb ik jaren geleden, toen ik hier boven mij hangen keukenkasten. Toen heb ik ook alles leeg moeten halen. En ik kon inderdaad daarna niks meer vinden. Dat klopt. Nu weet ik precies waar alles ligt. Oh, daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht. Je brengt me weer in herinnering. Nou, kijk, dit vind ik eigenlijk al bijna genoeg. Dus ik ga even kijken wat kan ik hier nog leuks bij doen. Even kijken, er zit hier wel een leuk stickertje in. Of misschien hier iets van bij doen. Er zaten ook wel leuke stickers bij, hè? Ergens van die. Dat is altijd wel leuk om hier dan weer in te. Kijk, die past er wel leuk bij. Nee, daar wil ik eigenlijk niet te veel hebben. Kijk, dan breekt het net, hè? Of zal ik toch nog zo'n. Ik vind dat wel leuk. Deze. Gewoon deze erbij doen. Kijk, ik hem een beetje rechtop. Ja, en dan plak ik die tak er wel bij. Kijk, dan is dit mijn startpagina. Mijn naaldje zoeken. En dan ga ik aan de andere kant, ga ik beginnen met 1 december. Ja, dat klopt. Dat is smaken verschillen ze niet. Ik vind. Ja, er zit toch een verschil in kleur in kerstpapier. Ik heb zelfs nu heel modern in mijn hand gehad.
toen dacht ik van nou, dat is misschien ook wel een keer leuk. Maar ja, dan begin ik toch te twijfelen. Nou, bij deze heb ik dus, je kunt dus het middenstuk kun je ook uit je mason jar snijden, hè, om er bijvoorbeeld een schutgedeelte in te maken. Nou, als je dan zo'n middengedeelte uitgesneden hebt, dan hou je natuurlijk dit soort stukjes over. Die kun je weer gebruiken om op ander papier te doen. Kijk, en ik vond deze past het touw ook wel bij. Dus dat maakt niet zoveel uit. En dan heb ik hier een kaartje uitgeknipt uit het papier. Dus uit het scheppapier, daar zit dat kaartje erbij. En ik heb hier een labeltje. Kijken. Dan ga ik eerst beginnen met deze weer. Ja, ik kom meestal toch wel op dat ja, vintage papier, zeg maar, dat echte kerstpapier. Het moderne, ja, dat zie ik dan en denk, oh, is eigenlijk wel een keer leuk. Maar ik laat het elke keer weer liggen. Maar dat is echt smaken verschillen. Deze gaat hierop. Je kunt er eventueel ook nog voor kiezen om de randjes bruin te maken. Bijvoorbeeld met vintage foto. Als het heel erg wit, als ik papier gestanst heb en de randen zien er heel erg wit uit, doet dat ook vaak. Dan valt met dit papier wel mee. Nou, dan heb ik deze. En dan zie je hier van die wasjetapes op zitten. En dat gaf mij het idee om deze ook met wasjetape te doen. Maar ik plak hem wel nog even een stukje vast. Kijk, en hier wil ik dadelijk op 1 december, op dit stuk wil ik dan een foto hebben. Nou, dan ga ik even de wasjetape zoeken. Die heb ik net hier wel gehaald. En waar is die gebleven? Oh, hier. Recht voor mijn neus. Dus even kijken. Nou, dit vind ik dan te donker. Dit vind ik ook te eentonig. Dus ik ga naar het rode toe. Dan vind ik allebei de kanten gescheurd mooier dan de strakke. Dus scheur ik ook even die rechterkant. Dan ga ik hem zelf hier ook nog even met wasjetape vastplakken. Dat doe ik aan de onderkant ook. Hij kijkt wel heel raar, want hij trekt hem zo los. Maar de tekst staat er zo op. Dus moet je even rekening mee houden. Dat is misschien ook... hoe je mee in je hand hebt. Kijk, dit vind ik dan weer leuk. Even kijken, dan plak ik ook alvast de kerstreinforcements. Ik heb nu kerstboompjes erop en dan ga ik nog kijken wat ik nog erbij kan plakken. Nou, ik heb een kriebel in mijn keel, sorry. Heb ik hier het labeltje. Dat labeltje was rood. Oh, dan had ik ook rood gekozen. En dan ga ik even op stempelen. Dan ga ik de datum even op stempelen. Even kijken. Dan moet het dus 0 andere kant op.
Ik moet al nadenken hoor, of dat ik het goed doe. 1, of maak ik nou 10? Nou, ik test hem wel even. Oktober, november, december 2021. Ga ik even testen of dat ik hem goed gezet heb. Ik heb hier naast me altijd... Kijk, zie je? Net andersom. Dat moet 1 en dit moet 0 zijn. En dan hang ik hem zo, dus dan moet ik het zo op de datum erop stempelen. Kijk, 01 december 2021. Nou, ik heb een tijd terug de fout gemaakt om het jaartal niet te veranderen. Dat was niet slim. Was er. Kijk, wat heb ik hem nou op? Kan er hier nog een touwtje bij? Ja, dat maakt ook niet uit. Even hier onderdoor. Oh, dan moet er tussendoor. Die had ik natuurlijk. Zou je nou niet eens tussendoor? Ja. Kijk. Zo. Ik knoop hem altijd eerst voordat ik een strik maak. En voordat ik de tag er doorheen haal. Zo. Nou. Dit kun je ook gewoon wisselen. Hè? Nu heb ik dat met dat labeltje gedaan. Maar je kunt het ook met dezelfde cijfers gedaan doen die ik vorig jaar ook gebruikt heb. Een leuke set van Esther. Je kunt het ook stempelen, je kunt het ook afwisselen. Maar ik dacht, ik heb nou 2 jaar die cijfers gebruikt. Dus nu wil ik een keer wat anders. Het is een grote stip te zijn. Deze ga ik denk ik ook even vastplakken. Maar geef niet Femke, ik kom straks op YouTube en dan kun je hem ook weer terugkijken. Maar wel leuk dat je nog even bent. Jij had geschreven dat het voor jou beginnen misschien wat te moeilijk was. Nou, ik denk het niet hoor Femke. Jouw kennende is dit echt niet te hoog gegrepen. Het gaat er alleen maar om dat je gewoon een beetje leuk de kleurtjes met elkaar combineert en wat plaats laat voor foto's eventueel. Nou, in dit geval heb ik al gekozen waar de foto komt en die komt dan hier midden. Dus dan kan ik eventueel hier ook nog wel doen. Kijken of dat ik uit mijn stickerboek, had ik mijn stickerboek, hier had ik mijn stickerboek. Kan ik ook nog kiezen. Weet je? Oh, Happy Day vind ik eigenlijk wel leuk. Of is dat misschien te groen hierop? Nee, het mag wel wat iets in het rood zijn. Nou, dan vind ik de tekst Spread Good Cheer ook wel leuk. Kijk, zo. Nooit leuks hier kan vinden. Of dat ik iets uit mijn andere bakje. Is ook wel leuk is die hartjes. Die vind ik ook wel leuk.
Kijk, en het enige wat je dan op 1 december hoeft te doen op deze pagina is hier die foto te plakken. Dus dan heb je al de startpagina en je hebt dan al 1 december. En als je zegt van ja, weet je, ik heb gewoon meer foto's die dag, dan maak je. Ik ben er hier weer een bender aan, maar dus ik moet even. Dan maak je bijvoorbeeld deze kant. Ook 1 december. En heb je dan nog te weinig foto's? Er zijn allemaal. We hebben verschillende opties die je ertussen kunt maken nog. Dus dan kun je gewoon ertussen maken nog. Ik heb meestal 25 en 26. Oh. Sorry, even kriebel wegwerken. Meestal 25 en 26 december heb ik 2 pagina's nodig. Dus daar hou ik dan altijd een beetje rekening mee. Of met kerst, dat je 24 en 25 december meer pagina's nodig hebt. Maar voor de gewone dagen kies ik meestal, omdat ik in december geen verjaardagen heb of zo. Wij hebben ze in oktober en november heel veel. Of in oktober eigenlijk de meeste. Dus dan doe ik in december doe ik eigenlijk van elke pagina, van elke dag maar 1 pagina maken. En kies ik ervoor. Weet je kunt er altijd ook een pagina tussen maken nog. Hè? Het zit niet vast. Dus dat is wel altijd het fijne. Zijn er nog vragen? Want ik ben er doorheen. Ik heb niet meer eigenlijk klaargemaakt als dat deze 2. Deze. Welk koord bedoel je, denk ik, hè? Dat is het hempkoord van Fase. En dat is de kleur. Staat er dat ook op? Chardeschamp. Het is in ieder geval een beetje. Ja, een beetje kraftkleur. Dit is van Fase en er zit 100 meter op. Die heb je in verschillende kleuren hoor. Ik heb hem ook in het wit en ik heb hem ook in het zwart. Zijn er nog vragen? Dan hoor ik ze graag, hè? Nou, dit is dan in ieder geval een van de dingen die ik tussendoor ga doen. En dan ga ik ook wel eens een keer wat anders doen. Als er bijvoorbeeld iets nieuws uitkomt of zo van Elizabeth Craft Design, dan probeer ik ook meestal vrij snel wat te laten zien. En als jullie willen, dan kan ik ook nog wel voor de. Zijn er liefhebbers? Want dat kan ik ook nog wel doen hoor. Even kijken, heb ik die niet al weggelegd? Ik kan die van december, de december daily van vorig jaar nog wel even doorbladeren met jullie als jullie dat leuk vinden. Ja, mijn december daily wordt helemaal met het jaar. Maar de tips die ik hiervoor geef, ja, die kun je ook gewoon in de gewone planner doen. Ja, leuk. Zal ik die december daily van vorig jaar erbij pakken? Nou, dan ga ik even opstaan. Die had ik nog niet weggezet. Daarom wil ik dit keer de mason jar, want ik heb al 2 jaar op een rij in gewone gedaan. En de mason jar kwam en toen dacht ik, oh, dat is wel leuk een keer, iets anders. Nou, dit is dus mijn december daily van vorig jaar. Daar heb ik aan de buitenkant een stukje jute en een stukje kersttouw geplakt. Dan heb ik hier nog kerstornamentjes en Have a Magical Christmas aan het elastiekje geplakt of gehangen. Kijk. Dit was vorig jaar mijn papier. Ik zal hem even rustig doorbladeren. Kijk, dan zie je hier heb ik ook gewoon een klein paginaatje gemaakt. Dat heb ik vorig jaar ook veel gedaan. Gewoon kleine paginaatjes ertussen gedaan. COVID home office. Thuiswerken toen. Kijk, nu weer zo'n. Dat ga ik natuurlijk ook weer doen. Hè? Dat ik pockets kan maken. Vooral voor als ik meer foto's heb. Vijf december bijvoorbeeld is ook zo'n dag dat ik wel meer foto's heb. Dus. Kijk, deze is best druk. Best druk, maar er zit geen foto. Heb ik gewoon een labeltje hier geplakt waar ik eigenlijk een fotootje had gepland. Maar ik had geen fotootje op die dag.
Nou, hier had ik wel wat meer foto. Of hier had ik één foto. En dan heb ik gewoon een tag gemaakt zonder foto. Met een plaatje erop. En hier ook. 10 december heb ik alleen maar een kerstboom gemaakt met een rendier. En dan volgens mij heb ik hier ook geen foto's bij geplakt. Nee, hier heb ik een kerstkaart van, hoe heet het ook weer? Oh, zeg het eens. Nou. Geheugen, de laatste tijd. Te druk, denk ik. Van de Efteling, hoe heet hij ook weer? Oh. Kom er niet op. En hier heb ik dan die Toy Soldier. Dus ook geen foto's. Hier heb ik een foto gemaakt van mijn haakwerk waar ik toen mee bezig was. De 13e heb ik ook geen foto geplakt. De 14e ook niet. En hier heb ik een... dat was de lockdown. 15 december. Kijk, toen gingen we in lockdown. Dus dat soort dingen, de gebeurtenissen, kun je ook gebruiken voor je planner. Anton Pieck, ja jongens, god, stom hè, dat je er dan niet op komt. Ha. Nou, hier mijn moeder die in de bejaardenhuis een leuke kerstboom kreeg. Hier de 17e heb ik ook niks gedaan. De 18e ook geen foto. Hier heb ik volgens mij wel een foto verstopt, ja. Nou, het was... Toen was ik met de Journal Your December bezig in de TN. En dat was het thema Snowflakes. Heb ik ook met meegedaan vorig jaar. Dus daar zit ik dan te doen. En als je daar dan een foto van maakt, dan heb je weer een foto. Hier, foto van mijn kaarsjes. Gewoon echt, ja, andere dingen dan. Hier de leukste kerstbal. Heel leuke kerstbal. Nou, hier samen met mijn moeder. Hier ook weer geen foto. Nou, hier heb je dan wel het gourmetten wat we gedaan hebben 24 december. Nou, 25 december. Daar hebben we wel kerst gevierd. Zal ik maar even zo trekken. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Kijk. Was kerst op 1,5 meter trouwens. Hadden we wel goed geregeld. Nou, hier relax hier. Gewoon mijn huispak. Onze lekkere warme sokken en Netflix aan. Dat zijn foto's gewoon, ja. Die je dan kunt maken. Oh, die vorig jaar heb ik ook meegedaan. Dat was super leuk. Ja, leuk toch? Nou, ik vind het gewoon leuk als je weer meedoet, Ans. Ongezellig. Nou, hier het einde. Sluit 2020 af. Wat een raar jaar. En daar heb ik een verhaaltje gemaakt. Kijk, en hier had ik ook nog stukjes tussen zitten die ik er eventueel tussen zou kunnen doen. En die laat ik er dan gewoon tussen zitten voor het geval dat ik weer eens een keer met dat soort papier ga werken. Dan heb ik altijd nog wat reserve dingetjes. Nou, deze was van vorig jaar. Dus dan hebben jullie een beetje een idee. Nou, dit jaar ga ik weer proberen om weer andere ideetjes erin te verwerken. En daarom ook de meeste jaar. Nu ga je meedoen, Hetty? Nou, super. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ik hoop er volgende week weer te zijn. Want dan gaat alles goed hier als ik er volgende week weer ben. Dus, maar dat zien jullie wel. Ik laat het altijd even weten. Een dag of 2 dagen van tevoren. Dat ik weer live ga. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zou ik zeggen tot... ik heb vrijdag niks. Ja, tot volgende week. Doei doei!